Nou, ik heb er ontzettend veel zin aan. We moeten de ramen van de polder maar eens even flink openzetten. En ik reken op jouw steun. Ik ga ervan uit dat jij... Want jij bent er verantwoordelijk voor dat ik de politiek ben ingegaan. Het wordt zij of ik, het zou bloody shame. Pim. We praten er nooit meer over. Dan moet je dus denken, Harry, dat komt allemaal niet aan de orde. Maar die vaders, de papa's, de mama's, de broers, de zussen, de vrienden, de vriendinnen, die zijn niet meer teruggekomen. Dat kunnen wij ons nog niet voorstellen. Die gingen naar hun werk en 's avonds waren ze er niet meer. Waarom? Dat is de grote... Waarom? In godsnaam, waarom? En nu komt het erop aan om achter hen te staan, moreel. Onze bevrijders uit 1945, toen vroegen ze ook niet... Hoe we die troep in Europa hadden georganiseerd... maar ze vochten zich een weg naar onze vrijheid. Ik hoop dat het allemaal erg beheerst blijft. Hè. De mooiste reactie natuurlijk, de sterkste reactie zou zijn... geen bommen op geen enkel land. Alleen de terroristen pakken. Ik denk dat dat niet kan. Maar het zou wel de prachtigste en de meest beschaafde reactie zijn. Het is emotioneel betrokken. Het is buitengewoon beheerst tot nu toe. Ze zijn niet om zich heen gaan slaan, wat natuurlijk een natuurlijke reactie is. Want ik moet je zeggen, toen ik die vliegtuigen in... ik word er heel emotioneel over, maar in die gebouwen zag vliegen... dan is je eerste reactie van geef ze, ja, wie zijn ze, op hun sodemieter. En zo'n president, die ziet het ook. En die moet dan heel beheerst... reageren en toch heel betrokken. Toch laten blijken van, ik leef met jullie mee. Ik ben katholiek, jij ook. Wij waren van de Inquisitie 4 eeuwen geleden. Ook vreselijk. Maar dat doen we niet meer. We zijn geseculariseerd, zoals we dat noemen. We hebben de scheiding van kerk en staat geaccepteerd. En we zien dat dat een groot goed is. En deze gekken niet... En dat is het grote gevaar. Ik vind dat de pastoor er goed op heeft geweest. Je mag niet alle moslims veroordelen. Dat is ook zo. Maar het moslimgeloof, het islamitische geloof... is de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Laten we dat nu eens zien. We zien het in Indonesië. Er is geen conflict in de wereld. Niet in Afrika, waar zij niet bij betrokken zijn. En dan gaat het natuurlijk om die fundamentalisten... die erop losmeppen op een volkomen krankzinnige manier, verblind. He, er is geen Joodse rabbijn, geen paus die zegt... bind even wat bommen om je middel en ga daar en blaas je maar op... en dan kom je in de hemel. Dat zegt niemand. Maar bij de islam zeggen ze dat wel. En waar het nu om gaat, dat is om die schilder omheen. He, van onverschilligheid. Van, ach, het is eigenlijk wel goed dat die Amerikanen iets op hun laarzen krijgen. Of dat wij op ons laarzen krijgen. Die schil, daar gaat het om. Want die maken die infrastructuur mogelijk. Je ziet hoe emotioneel ik zelf ben. Maar ik hoop dat we er niet op los gaan meppen. Dat moet niet. We moeten precies weten wie het hebben gedaan. En het blijkt dat de CIA en de FBI zeer incapabel zijn om dat te pakken. Die pakken dat nu ook niet, want ze zijn helemaal niet geïnfiltreerd in dit soort organisaties. Dat schijnt ongelooflijk moeilijk te zijn. Maar ga geen landen straffen. Doe dat niet. Ik hoop dat ze dat niet doen. Want landen hebben dit niet gedaan. Die hebben het hooguit gedoogd. Hè? Wat ik het verontrustende in zijn toespraak vond. Het gaat niet, hij zei, het gaat niet alleen over de daders, maar ook over... wat hand- en spandiensten heeft verleend. Okay, maar... Nou, dat is heel breed. Maar er wonen er ook 2 in Hamburg. Ja, maar luister nou. Stel nou dat die Bin Laden dat heeft gedaan. En dan ga je Kabul bombarderen. Daar wonen allemaal mensen die het vreselijk vinden wat die Taliban doen. Daar wonen onderdrukte vrouwen, onderdrukte mannen. Moet je die een bom op hun kop gooien? Nee, toch? Ik hoop dat we ons kunnen beheersen. Okay. Als ze beginnen met te vertellen
dat wij minder zijn dan honden en varkens. Dat onze vrouwen hoeren zijn en zo. Dat is het begin van het terrorisme, Harry. Niet dat zij dat doen, absoluut niet. Maar ze leveren wel de voedingsbodem voor allerlei mensen, ja, die doorschieten en dat dan uitvoeren. Anders kan het gewoon. Politie is getikt. Het commentaar was, daar moeten we maar aan wennen, omdat we in een multiculturele samenleving leven. Aan wennen dat mensen waar wij bevriend mee zijn, worden vermoord. Die gaan naar hun werk, gewoon worden vermoord. En dat ze daar gaan dansen op straat, daar zullen wij nooit aan wennen. We houden onze handen thuis, maar we zullen er niet aan wennen. En we zullen zeggen dat het walgelijk is wat je doet. Wat die jongeren daar hebben gedaan, walgelijk. Meneer Ben Laden uitroepen tot je leider, walgelijk. Ik wil het zien als een kwajongensteek, maar het is walgelijk. Om 12 uur, tijdens dat wij aan het rouwen waren, ik hoop ook dat jullie vlaggen half stok hingen, krijg je beelden uit de Koran waarin gewoon wordt gezegd dat wij, dat is dan een vers wat gereciteerd wordt, dat wordt dan uitgelegd. En er wordt dus gezegd dat alles wat niet islamitisch is, dat deugt niet. Op 12 uur, op het moment dat we zijn aan het herdenken. Wat ben je voor een viezerik? En je woont hier. Ben je nou Nederlander? Of ben je Turk? Ben je Marokkaan? Hou je van ons? Ga je met ons door één deur of doe je het niet? Daar gaat het om. En als je dat niet wil, ik denk dat ik zeg wat veel mensen voelen. Ga dan terug. Je hoeft hier niet te wonen. Ga terug naar Marokko. Ga terug naar Turkije. Ga terug naar Afghanistan. Doe maar. Je hoeft hier niet te zijn. Maar als je hier bent, dan ben je met ons. En ik, als in hun ogen minder dan een varken. Mijn familie woont hier al meer dan 4 eeuwen. En heeft hard gewerkt, ook met al die andere families, om dit land op te bouwen. Moet ik me hier niet thuis voelen? Het zal toch niet? Als je er bent, oké. Okay. Ik wil het met jullie. Maar tango niets toe. That's all.